Oneven bordsteek met 2 voor 1 achter. Moet je meervoud van 3 stokjes opzetten, zoals ik al eerder in het andere filmpje heb uitgelegd, een basisketting van stokjes haken. Als je daarnaar kijkt, krijg je dit. Moet een meervoud van 3 stokjes plus 2. Mocht jij de boel aan elkaar willen dicht willen naaien voor rond te maken, dan heb je plus 2 nodig. Sowieso 2 nodig om de basis netjes te houden. Dus 1 stokje in het begin, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 en eentje aan het einde. Goed, gaan we beginnen. Ga ik 1 lossen, werk draaien. Gaan we beginnen met de oneven boordsteek. In de eerste lus maak je gelijk 1 stokje. Dan 2 stokjes voor. Dus wat je doet is draad omslaan. Hier heb je stokje. Normaal haak je hier doorheen door de dubbele lus. Die gaan we nou niet doorheen haken. We gaan nou om het stokje heen haken. Dus van lus, draad om je lus heen. Om je naald heen, sorry. Tussen de steken door. Naar achter. En terug naar voren. Draad om je haaknaald en doorhalen. En je stokje maken. Dan heb je 1 relief steek voor. 1 relief stokje voor. De volgende doe je idem. Dus draad om je naald. Van achter en van voor naar achter en van achter naar voren. Draad om je naald heen, ophalen en je stokje maken. Dan heb je 2 stokjes voor en 1 stokje normaal. Nu ga je een stokje, relief stokje achter maken. Dus weer draad om je naald heen. Van achter naar voor, van voor naar achter, dus om het stokje heen. En je draad ophalen. Zorg er altijd voor dat je haaknaald naar beneden wijst, anders blijf je overal vasthangen. Draad om je naald heen en je stokje maken. Eentje achter. Nu gaan we weer 2 voor maken. Dus weer draad om je naald heen. Van voor naar achter en van achter naar voor. Dus om het stokje heen. Draad om je naald en ophalen. En je stokje maken. Dat doen we nog een keer. Draad om je naald heen. Hier heb je het stokje. Van voor naar achter en van achter naar voor. Draad om je naald. Doorhalen en je stokje maken. Nu heb je dus 1 stokje in de basis om het mooi recht te houden. 2 relief stokjes voor, 1 relief stokje achter, 2 relief stokjes voor. Nou, dit blijf je dus herhalen totdat je aan het einde van de toer bent. Dan hou je als goed nog 1 steek over. En in die ene steek doen wij dus een gewoon stokje. Nou, ik zal even snel doorhaken, anders wordt het filmpje veel te lang. En ik wil zo graag mogelijk zo korte filmpjes houden. Zo. Doordat wij dus in een meervoud van 3 werken, kom je dus aan het einde uit met 1 relief stokje achter. Mocht jij het aan elkaar willen gaan naaien, de linker en de rechterkant van deze toer, dan zul je zien dat het patroon mooi en netjes door blijft lopen. Dus meervoud van 3 plus 2. Nou, en mijn laatste relief stokje achter, plus hier nog eentje bovenop. De laatste. Zorg ervoor dat je 2 lussen pakt en een gewoon stokje maken. Nou hebben we dit. Dan gaan we 1 losse haken en het werk draaien. Dan gaan we weer daarboven 1 normaal stokje haken. En nu heb je 1 relief stokje voor, 2 achter, 1 voor, 2 achter. Alle relief stokjes die je voor hebt, haak je voor langs. Alle relief stokjes die je achter ziet, haak je achterlangs. Dus we gaan beginnen. We hebben er nu eentje voor in plaats van 2. Dus gaan we 1 relief stokje voor haken. Hier heb ik 2 relief stokjes achter. Dan haken wij dus 2 relief stokjes achter. Dat is 1. En dat is nummer 2. Dan hebben we hier weer een relief stokje voor. Dan haken wij weer een relief stokje voor. 2 relief stokjes achter en die haak je ook weer achter. Zo. Nou, dit herhaal je weer tot je aan het einde bent. Dat is die. Oh, mijn draad zit vast. Mama komt zo, schatje. 2 achter, 1
En nummer 2. Eentje voor. En dan eindigen we met 2 relief stokjes achter. Dat is 1. En dat is 2. En in de laatste maken wij een gewoon stokje. Ik pak altijd de keerlossen die ik gemaakt heb. Waarom? Je ziet, dan wordt hij mooi recht. Ik doe even 1 los en werk draaien. Zo krijg je dus een oneven boordpatroon. 2 voor en 1 achter. Dit is de kant dat je zichtbaar kan maken. En dit is de achterkant. Zie je, krijg je een beetje een basketsteek. Krijg je een beetje, een basketsteek is iets breder. Maar dit is dus de kant. Deze steek wordt ook veelal gebruikt bij truien maken. Met breien. Dus kortom, een breisteek kan je dus ook gewoon haken. Dit was de oneven boordsteek.